deze week in Nieuw-Holland TS100. Poh, wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Huisman Gemert. Bouwen in vertrouwen. Martijn Rikke uit Haalderen wilde heel graag met zijn Nieuw-Holland TS100 in Poh. Om aan de mensen te laten zien dat het eigenlijk een hele goede trekker is. Vaak wordt de trekker namelijk onderschat. Vaak zeggen ze van ja, het is een klein ding. We kunnen er niet heel veel mee. Ja, zelf hebben wij gemerkt voor het werk wat wij ermee doen. Ja, we kunnen er eigenlijk alles mee, ook het voorladenwerk. En ja, het is toch wel een kleine trekker met pit onder de kant. De trekker is gebouwd in 2000, heeft 100 pk en inmiddels ruim 10.000 uur gelopen. Afgelopen winter is de trekker helemaal opgeknapt. We hebben van de winter hebben hem door de midden gehaald, wat verschillende onderdelen vervangen. Daarna hebben we de keuze gemaakt om gelijk helemaal goed aan te pakken. We hebben hem opgespoten, helemaal geschuurd, eigenlijk ook helemaal kaal gestript. En dan stukje bij stukje alles opspuiten. Ja, tussen moeite is het wel waard geweest. De trekker die is eigenlijk altijd goed onderhouden. Op tijd zijn dingen vernieuwd. En wij weten gewoon, de trekker die is nog qua motorisch is in een hele goede staat. En daarom hebben wij ook uiteindelijk gekozen om op te knappen. Omdat hij weer in nieuwe staat erbij staat. Voor mij is het zo bijzonder eigenlijk, omdat ik hier heb ik eigenlijk alles op geleerd. De vorige trekkers waren eigenlijk allemaal oude Fords. En op een gegeven moment hebben ze de keuze gemaakt om de Fords weg te doen en eens een keer een nieuwe goede trekker. En deze trekker die loopt nu al ruim 10 jaar bij ons. Ja, voor mij is het wel een poortrekker. Aan je start komt er een mooi pluimpje uit. Ja, het is gewoon een hartstikke fijn ding om mee te werken. Je kunt er eigenlijk alles mee. Overal kun je tussendoor. Het is geen groot lomp ding. Compact met alles erop en eraan wat je maar hebben wilt.